Nou, ik word hier helemaal happy van wat we nou binnen hebben gekregen. Is dit zonnig of is dit zonnig? Alleen, ik heb een beetje moeite met de namen van Primadonna dit jaar. Daar heb ik een hele studie voor nodig. Deze heet, ik hoop dat ik het zo zeg, goed zeg, Managua. Yes. En dat is de hoofdstad van? Nicaragua. Dankjewel, Paula, want dat was ik alweer kwijt. Goed, over die namen hebben we het gewoon niet meer. Het is gewoon die leuke witte bikini met die kleurtjes van Primadonna. Ja, wat is er nou zo bijzonder dit jaar? En ten eerste, ik vind de print echt geweldig. Ik word er helemaal blij van. Maar ze hebben iets nieuws gedaan met het hesje. En dat wil ik jullie laten zien. Ik ga het strikje even losmaken. Hier bovenin zit een buisje. Daar hebben ze een touwtje erheen getrokken. En daardoor kun je dus de cup strakker aansnoeren. Ideaal als je ongelijke borst hebt. En dat hebben we dus bijna allemaal. Dan kun je hem wat strakker trekken. En dan krijg je gewoon een mooier décolleté. Dat sluit gewoon beter aan. Echt super. Uiteraard zit er weer een leuk broekje bij. Dit is de Rio slip, oftewel de lage slip. En ik heb het al heel vaak gedemonstreerd, maar ik kan het toch niet nalaten om het weer te doen. Dan zitten hier van die clipjes. Die pop die is een beetje wiebelig, maar goed. Clipjes. En die clipjes kun je. Je kunt de bandjes kruislings dragen. Ik doe het eventjes zo. Maar je kunt hem ook als halter dragen. En dan klik je hem weer vast. Dan zitten er niet van die kaartjes aan. Dus op het strand gaat dat een stuk makkelijker. En dan maak je hem wat strakker. En dan heb je gewoon een heel vrouwelijke haltermodelletje in één keer. En het leuke is, de dames die zeggen van ja, maar ik vind het te zwaar de hele dag. Je kunt gewoon kiezen. Je kunt zeggen, vandaag is het een halter of over een uur doe ik hem weer kruislinks of hoe jij wil. En de Managua. Daar hebben we ook een tailleslip bij. En die ga ik even van het hangslag halen. Want de tailleslip heeft, en sommige mensen weten dit, maar sommigen weten het ook niet, ook een vetertje zit, dus ook een tunneltje aan de zijkant. Deze kun je door middel van het touwtje strakker zetten, waardoor je de hoogte zelf kan instellen. Dus het fijne is, je hebt dan wel een hele hoge achterkant achter op de billen. Dus alles zit er dan heel mooi in. Waardoor je zelf de hoogte instelt, probleem helemaal opgelost. Ik leg hem even in de ruimte straks op. Er is de driedelige cup van, die heb ik jullie net laten zien. Maar er is ook een voorgevormde van. En de voorgevormde gaat tot. Ik moet even heel snel spieken. Lekker voorbereid, zeg maar. Ik zie allemaal F'jes. Gaat die maar tot F? Ja, die gaat helaas tot F. Maar we zetten de maten natuurlijk weer erbij. Hè? Dus jullie kunnen gewoon boven het filmpje of onder het filmpje kun je een bericht zien. En er staat alles bij. Wat ze kosten, welke maten we erin hebben. Maar zeg nou eerlijk, het is echt mooi. Maar ik laat jullie nog even één snel iets zien. Er kunt namelijk zo heerlijk. En ik ben de grootste Pareo-fan van, denk van heel Nederland. Je kunt zo leuk werken met kleuren erbij. Moet je nou kijken. Oranje omslagdoek. Lekker mijn lievelingskleur. Fuchsia. Of gewoon deze hele lieve zachte groen. En het setje wordt gewoon helemaal weer anders. Dus je kunt zelf mixmatchen. Je zoekt zelf de maat van het hesje. Je zoekt zelf uit welk broekje je wil en welke maat je wil. En dan heb jij ook zo'n vrolijke bikini van Primadonna. Waar ik weer de dag van ben. Managua. Dus ik zou zeggen, let the sunshine. Kom hier een mooie bikini uitzoeken.